This is Ruben from Dutch Round 1. Thanks again for coming by. Thanks for watching another episode. I appreciate the support and I also appreciate your time. Today, what are we going to do? Well, we will do a listening exercise A2 level. How will we do that? First of all, I'll explain to you how we will do that. Secondly, I'll help you out with a list of difficult words. I'll read the text and then basically in the end of the exercise, we will do some questions together and see whether you have understood the text or not. But before we do that, remember, click that like button, subscribe to the channel if you want more content, and let me know in the comments how I can help you improve your Dutch language learning process. But without much further ado, let's go straight for the exercise. Okay, so how will we do the listening exercise? Well, you've got two options. Option one, you can look at the text while I'm reading. So basically, when you've just attained A2 level and you don't feel that confident, then just read along with me and listen to my pronunciation, and afterwards we do the questions together. Option two, hardcore option, while I'm reading the text, you look away and then you join in again for the questions. So now what I'll do is I'll give you a list of difficult vocabulary and then we'll go straight for the reading and listening exercise. And then after each paragraph, what we'll do is we'll have to answer some multiple choice questions. Good luck. Remember, this is just for your entertainment. Don't feel pressured. I mean, I already appreciate you doing this exercise. I hope it can improve your Dutch listening process. So if it's easy for you, great. Congratulations. If it's still difficult, don't worry. Just put in a little bit more work. Or a little bit more repetition of these kind of exercises. I have plenty, so you can find on my channel plenty of other listening exercises and you will get there for sure. All right, so now we're going to take a look at the difficult words. The first one would be de Schilder. De Schilder is the painter. Bekend is famous. Overlijden. Overlijden is to pass away. Populair is popular. Beschermen is to protect. Prachtig is wonderful, can also be marvelous. Het karakter, the character. Een goed voorbeeld is a good example. Waarschijnlijk, probably. The Bible, and het geloof, faith. So what you can do, you can take a screenshot, write them down, and they will help you to have a better understanding of the text, which I will be reading right now. So again, Schilder, painter, bekend, famous, overlijden, to pass away, populair, popular, beschermen, to protect, prachtig, wonderful, het karakter, the character, een goed voorbeeld, a good example, waarschijnlijk, probably, the Bible, and het geloof, faith. Okay, so let's go for the text. Okay, there we go with the first read. Each paragraph I will read two times. So the title is Rembrandt. Rembrandt, the famous Dutch painter. Rembrandt is een van de bekendste Nederlandse schilders. Hij werd op 15 juli 1606 geboren in Leiden. Van zijn ouders moest hij naar de universiteit. Maar Rembrandt wilde liever schilder worden. Hij werd al snel een bekende schilder in Nederland. In totaal maakte hij 600 schilderijen en 3000 tekeningen. Rembrandt overleed in 1669 in Amsterdam. Okay, so there we go for our second reading. Rembrandt. Rembrandt is een van de bekendste Nederlandse schilders. Hij werd op 15 juli 1606 geboren in Leiden. Van zijn ouders moest hij naar de universiteit. Maar Rembrandt wilde liever schilder worden. Hij werd al snel een bekende schilder in Nederland. In totaal maakte hij 600 schilderijen en 3000 tekeningen. Rembrandt overleed in 1669 in Amsterdam. Okay, let's take a look at the questions. Okay, there we go for our first question. Vraag 1, question number 1. Wie was Rembrandt? A. Een schilder. B. Een schutter. C. Een verkoper van schilderijen. A. Een schilder. B. Een schutter. C. Een verkoper van schilderijen.
Okay, don't forget to pause if you don't know the answer yet, because I will give the answer right now. And the correct answer is A. Rembrandt was een schilder, a painter. And then we go to our second question. Our second question is, werd Rembrandt al snel een bekende schilder? Werd Rembrandt al snel een bekende schilder? Optie A. Nee, pas na zijn dood. B. Nee, pas als hij een oude man was. C. Ja, hij werd al snel een bekende schilder. Don't forget to pause, because here goes the answer. And the answer is optie C. Ja, hij werd al snel een bekende schilder. So, option C is the correct answer. Okay, we shall continue with the next paragraph. De Nachtwacht. Ook na zijn dood bleven de schilderijen van Rembrandt populair. Mensen uit alle landen komen nu naar het Rijksmuseum in Amsterdam. Ze willen daar de Nachtwacht zien. De Nachtwacht is het bekendste schilderij van Rembrandt. Het is een groot schilderij waarop schutters te zien zijn. Schutters waren een soort soldaten of politiemensen. Zij moesten de stad beschermen. Okay, we'll go for our second read. De Nachtwacht. Ook na zijn dood bleven de schilderijen van Rembrandt populair. Mensen uit alle landen komen nu naar het Rijksmuseum in Amsterdam. Zij willen daar de Nachtwacht zien. De Nachtwacht is het bekendste schilderij van Rembrandt. Het is een groot schilderij waarop schutters te zien zijn. Schutters waren een soort soldaten of politiemensen. Zij moesten de stad beschermen. Okay, let's try and do the questions. Okay, we beginnen met vraag nummer 3. We start with question number 3. Wat is het bekendste schilderij van Rembrandt? A. De Nachtwacht. B. Het schilderij van de oude vrouw. Of C. Een zelfportret van Rembrandt. Nachtwacht, schilderij van de oude vrouw of zelfportret van Rembrandt. Okay, don't forget to pause, because I will give you the correct answer now. And the correct answer is A, De Nachtwacht. And then we go to question number 4, vraag nummer 4. Waar kan je de Nachtwacht zien? Waar kan je de Nachtwacht zien? A, alleen op het internet. B, het Rembrandthuis in Amsterdam. C, het Rijksmuseum in Amsterdam. A, internet. B, het Rembrandthuis in Amsterdam. C, het Rijksmuseum in Amsterdam. Okay, don't forget to pause, because here we go with the correct answer. And the correct answer is C, het Rijksmuseum in Amsterdam. Option C is correct. And then we go to the next question. Next question, vraag 5. Wat zijn schutters? Soldaten of politieagenten, oude vrouwen die voor de kerk werken, of C, schilders. Soldaten, politieagenten, oude vrouwen of schilderen. Again, hit that pause button, because the correct answer is coming your way, and that would be option A. Schutters zijn soldaten of politieagenten. Okay, we will continue with the reading, and then afterwards we'll come back for some questions. Licht en donker. Waarom vinden mensen uit de hele wereld de schilderijen van Rembrandt zo mooi? Een van de dingen die Rembrandt zo speciaal maken, is het gebruik van licht en donker in zijn schilderijen. De belangrijke mensen en dingen in zijn schilderijen staan altijd prachtig in het licht. Ook kon Rembrandt heel goed het karakter van mensen laten zien. Als je naar zijn schilderijen kijkt, heb je het idee dat je bijna kunt zien wat de mensen denken. Rembrandt kon ook heel goed oude mensen schilderen. Een goed voorbeeld is het schilderij van de oude vrouw hieronder. De vrouw leest in een boek. Dat boek is waarschijnlijk een Bijbel. Het licht valt niet op haar gezicht, maar op haar oude gerimpelde hand. De vrouw heeft waarschijnlijk slechte ogen. Dus ze gebruikt haar handen bij het lezen van de grote letters. Zo wil Rembrandt ons iets van het karakter van de vrouw laten zien.
Ze kan bijna niet meer lezen, maar toch wil ze elke dag nog in de Bijbel lezen. Het geloof is dus heel belangrijk voor haar. Okay, this was a longer paragraph. I will read it again. Licht en donker. Waarom vinden mensen uit de hele wereld de schilderijen van Rembrandt zo mooi? Een van de dingen die Rembrandt zo speciaal maken, is het gebruik van licht en donker in zijn schilderijen. De belangrijke mensen en dingen in zijn schilderijen staan altijd prachtig in het licht. Ook kon Rembrandt heel goed het karakter van mensen laten zien. Als je naar zijn schilderijen kijkt, heb je het idee dat je bijna kunt zien wat de mensen denken. Rembrandt kon ook heel goed oude mensen schilderen. Een goed voorbeeld is het schilderij van de oude vrouw hieronder. De vrouw leest in een boek. Dat boek is waarschijnlijk een Bijbel. Het licht valt niet op haar gezicht, maar op haar oude, gerimpelde hand. De vrouw heeft waarschijnlijk slechte ogen. Dus ze gebruikt haar handen bij het lezen van de grote letters. Zo wil Rembrandt ons iets van het karakter van de vrouw laten zien. Ze kan bijna niet meer lezen, maar toch wil ze elke dag nog in de Bijbel lezen. Het geloof is dus heel belangrijk voor haar. Okay, so that was the second read. Let's try and do some questions. Okay, vraag nummer 6, question number 6. Wat maakte Rembrandt als schilder zo speciaal? Hij heeft veel schilderijen gemaakt. Hij schilderde veel oude mensen. Hij gebruikte het licht en het donker op een heel mooie manier. Wat maakte Rembrandt zo speciaal? Veel schilderijen, schilderde veel oude mensen, of hij gebruikte het licht en het donker op een hele mooie manier. Remember to pause because the correct answer is coming your way. And the correct answer is C. Hij gebruikte het licht en het donker op een heel mooie manier. Okay, then we go to the next question. Waarom valt het licht op de hand van de vrouw? Waarom valt het licht op de hand van de vrouw? A. Om te tonen dat ze heel gelovig is. B. Omdat Rembrandt het gezicht van de vrouw niet mooi vond. C. Dat staat niet in de tekst. Om te tonen dat ze gelovig is, vond Rembrandt het gezicht van de vrouw niet mooi, of staat dat niet in de tekst? Remember to pause, because the correct answer is coming your way, and that is option A, optie A, om te tonen dat ze heel gelovig is. Okay, so that was it for today. That was the A2 listening exercise. I hope you did well. I hope you found some value in it. I hope I helped you on your way to improve your Dutch listening skills. I want to thank you again for your time. I want to thank you again for your support. Speaking of support, give it a like, subscribe to the channel if you want more content, and let me know in the comments what you think about these exercises. And as for me, I want to thank you again for watching, and stay tuned for another episode of Dutch Round 1. Ciao!